Museum in de Wijk is het programma wat wij vanuit het Dordrechts Museum hebben ontwikkeld voor de bewoners van Dordrecht. Het doel van dit programma was om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met Albert Cuyp. In oktober hebben we een hele mooie tentoonstelling geopend. En we wilden hier eigenlijk, omdat Albert Cuyp een Dordtenaar was, zoveel mogelijk mensen ook weer kennis mee laten maken. Ik bedoel, veel mensen kennen de Albert Cuyp-markt in Amsterdam. Maar heel veel mensen weten eigenlijk niet dat Albert Cuyp gewoon een Dordtenaar was. Museum in de Wijk is een programma echt voor de stad. Om ook zoveel mogelijk mensen in de stad te bereiken, dachten van ja, waar moeten we dan beginnen? We zijn begonnen om het gesprek aan te gaan met samenwerkingspartners. En ik heb eigenlijk aan hun gevraagd van, voor wie denken jullie of denk jij van, voor wie dit project en de activiteiten die erbij horen, voor wie zou dit interessant en relevant zijn? We hebben onder andere veel samengewerkt met het Vogelnest, het Buurtwerk Dordrecht, de Merwelanden en Dubbeldammers voor Dubbeldammers. We hebben eigenlijk meerdere mensen bereikt. Ze hebben een hele grote groep nieuwe Nederlanders mogen bereiken. Zij werden vaak vanuit een taalgroep of vanuit de taaldocent gestimuleerd om mee te doen. Ik merk dat het voor hen ook deels een hele nieuwe ervaring was om op deze manier met kunst en cultuur in aanraking te komen. En de andere grote groep waren eigenlijk de senioren Dordtenaren. Welkom allemaal bij Dubbeldammers voor Dubbeldammers. Je valt met je neus in de boot, want hoe leuk is het om zomaar hier bij een workshop aan te sluiten. Babette van het museum die heeft ons benaderd of wij mee wilden doen met een project om het museum naar de wijk te halen. Ze bood een workshop aan. We gaan met de groep ook nog, ik weet niet of iedereen van jullie meegaat, gaan we ook nog naar het museum. De workshop begint eigenlijk met een beetje vragen en aftasten wat weten mensen van die gouden eeuw, van die 17e eeuw. Wat weten ze van Albert Cuyp of van Jacob Cuyp? Dan leg ik een beetje uit wat de materialen zijn en hoe je aan de slag kan. En dan eigenlijk gaan mensen toch aan het werk en gaan gewoon iets proberen. En alle schilders spelen met licht. Maar in die tijd, in die landschappen, zie je dus dat gouden licht voorbij komen. Hij maakt het donker nog donkerder en het licht heel licht. We gaan ook natuurlijk proberen een dier te tekenen. Ik heb allerlei soorten. Ik heb honden, koeien, paarden, van alles heb ik bij me. Dus dit is een heel goed vertrekpunt. Ja, het is heel leuk om te zien hoe enthousiast mensen zijn. Dubbeldammers voor Dubbeldammers. Eigenlijk is het gewoon simpel een inloop voor mensen die een leuke ochtend willen, elkaar willen ontmoeten. Mooi om te zien dat het ook echt iets doet voor de mensen. Dus straks was er achter een mevrouw die zegt van, ik ben nog nooit in een museum geweest. En niet iedereen heeft natuurlijk de middelen. Je hebt niet altijd iemand om mee te gaan met jou. Ja, er is veel animo voor. Mensen willen toch iets anders. Dit doe je niet zomaar. Ja, dus we zijn blij dat Babette op ons pad is gekomen. En ik denk dat er ook mooie resultaten zijn gekomen. Daar is het natuurlijk niet om te doen, maar ja, stiekem ook leuk om mee naar huis te nemen, toch? We hebben eigenlijk het project op drie manieren vormgegeven. Kinderworkshops die organiseerden we in de stad. Want we merkten dat veel mensen enthousiast worden van een leuke kinderactiviteit. En daarnaast hebben we workshops voor volwassenen aangeboden en museumbezoeken. De informatie die zij hadden gekregen tijdens de workshop over Albert Cuyp, die hadden ze onthouden. Dus als ze dan hier op zaal kwamen of tijdens de rondleiding, dan konden ze die informatie ook weer vertellen aan andere mensen die meededen aan hun rondleiding. Dus dan had je een hele mooie interactie op zaal, waar de rondleiders ook zaten van oké, nou vertel maar, kom maar op. Welkom bij het Dordrechts Museum. Ik vind het heel leuk dat jullie met zo'n gigantische groep zijn gekomen. Ik ben ook heel blij om bekende gezichten te zien. Sommige van jullie heb ik al gezien bij de workshop in de wijk of bij Dubbeldam. We gaan vandaag naar de echte schilderijen kijken van Albert Cuyp. En daarvoor heb ik twee hele leuke rondleiders voor jullie geregeld. We gaan vandaag dus naar Cuyp en we gaan zo naar zaal. Het grote verhaal eigenlijk van deze tentoonstelling is dat we het werk van Albert Cuyp laten zien met zijn Engelse navolgers. En hier zie je eigenlijk alles wat een typisch Cuyp-schilderij mag betekenen. De grote kerk en de molens inderdaad. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als we bij elke grote tentoonstelling naast het publiek wat we al bereiken, ook nog een publiek mogen bereiken die we nog niet bereiken. En op die manier dus ook vaker dat publiek blijft bereiken, zodat mensen het ook blijven onthouden wat we het hebben gedaan.
Vandaag hebben wij van Albert Kuip heel veel mooie schilderijen gezien. En wat mij opviel, dat waren die verschrikkelijk veel koeien. Ja, ontzettend veel koeien. Ontzettend veel koeien, ja. Van tevoren hebben we dus al een workshop gehad. We hebben ook mogen tekenen, mogen kleuren, mogen verven, alles. En dat vond ik heel erg leuk. Het totale pakket, die workshop en alles en de begeleiding. En dan ook niet te vergeten, mijn bakje koffie en het lekkere ei wat erbij is. Geweldig, geweldig. Een 10 en een griffel. Als je gezond mag zijn, dan wat ze dan ook organiseren, dan hoop ik er aan mee te werken. We hebben na de rondleidingen ook goodiebags meegegeven, waar onder andere ook 2 vrijkaartjes in zaten. Het idee dacht van, hè, of kom nog een keer op bezoek of breng nog een bezoek aan de vaste collectie. Want tijdens het museumbezoek hebben we alleen maar tijd gehad voor de Albert Kuip tentoonstelling. Ik heb hele persoonlijke verhalen gehoord. Verhalen over hun jeugd, verhalen over plekken waar mensen ze hebben gewoond of waar ze zijn geboren of vandaan kwamen. Het menselijke van het hele project en het creëren van herkenning bij elkaar en ook dus daardoor erkenning, dat vond ik gewoon heel bijzonder.